En Theo bleef maar zoeken om allerlei kunstenaars van, ga nou ook bij Vincent langs. Misschien heb je er wat aan. En uiteindelijk, na heel lang zeuren en emmeren, besloot Paul Gauguin, nou, jullie kennen hem vast wel, hij is toch een van de beroemdste schilders van de 19e eeuw. Deze Gauguin besloot alsnog maar naar Zuid-Frankrijk af te reizen. Waarschijnlijk niet omdat hij er nou zo enorm veel zin in had, maar omdat Theo als kunsthandelaar wel enige macht had. Gauguin graag wilde verkopen. Dus hij dacht, nou, als ik nou hè, maar eens naar die Vincent afreis en daar een tijdje blijf, dan kan ik misschien wat meer schilderijen verkopen indirect. En inderdaad, Vincent hoorde dat Gauguin zou komen en die raakte in een soort totale extase. Hij vond het zo geweldig dat er eindelijk iemand kwam. Eindelijk was hij niet meer alleen. Eindelijk kon hij met iemand anders gaan werken. En wat deed hij? Hij besloot de slaapkamer van zijn woning zo mooi mogelijk te gaan decoreren. Inderdaad, bedacht hij, ik ga zonnebloemen schilderen. Zonnebloemen zijn het symbool van het licht, het keren naar de zon. En van vrijheid, gastvrijheid ook. Dus in een periode van een paar weken, van misschien een week of vier, heeft hij 3 of 4 van deze prachtige zonnebloemen. Bloemendoeken achter elkaar bij elkaar gekwast. En die hingen daar op de slaapkamer van Gauguin. Moet je maar eens bedenken, ja, geld is altijd een flauw onderwerp. Maar deze dingen, als je ze nu verkoopt, doen ze een miljoen of 80. En daar hingen er dus 4 bij elkaar in die slaapkamer van Gauguin. Niet alleen waren ze veel geld waard, maar het zijn natuurlijk ook echt hele mooie schilderijen.